stem gekregen bij de opdrachtbondgenoten. Wacht hè. Ja. Oh, dat is geen eens een fandom, maar een dom antwoord is dat. De mol heeft achter mij gelopen, ik weet het. Oh fucking hell. Ik zweer het, de mol heeft achter mij gelopen, nee. Tuurlijk, zo is die dat. Oh fuck. 32 lange stapel of tuigen. En 42 hoeft. Wat werd er in Vlaanderen grootschalig geproduceerd? Voilà. Ja. Dat is leuk. Hoeveel weegt de lucht? Een vrijstelling voor de finale. Jullie zometeen zien in het Citadel. Fuck, dat vind ik niet. Precies 8 weken geleden starten wij dit avontuur met 8 kandidaten in Deventer. Inmiddels zijn er nog maar 3 over. Celine, Caitlin en Nina. Naast dat we er vorige week dus achter kwamen dat de mol uit België moest komen, weten we nu ook zeker dat de mol een vrouw is. Celine en Caitlin lijken zeker te zijn van hun mol. Celine denkt dat Caitlin de mol is en Caitlin denkt nou net dat Celine de mol is. Nina is de enige van het drietal die nog niet zeker is. Zij twijfelt tussen Caitlin en Celine. Vandaag zal toch ook voor haar de dag moeten zijn dat ze een keuze gaat maken. Vandaag gaan de finalisten nog even terugdenken aan de 5 mensen die voor hun gesneuveld zijn. En kunnen ze de meest waardevolle informatie krijgen die er te krijgen valt. Elkaars molboekje. Ongelooflijk. Ik had het niet gedacht in het begin van de reis, totaal niet, maar wel heel erg op gehoopt. Eigenlijk gewoon ja, gehoopt van dag tot dag dat ik er elke keer door was. Vanaf dat ik zeker was, dan wist ik waarschijnlijk of ik heb grote kans om in de finale te staan en om er nu in te zitten. Ik heb eigenlijk totaal geen stress, want ik weet dat ik juist zit en ik weet dat Nina fout zit. Ik had nooit verwacht dat ik zo ver ging geraken. Dat bevestigt nog maar eens een keer mijn passie voor psychologische spelletjes. En ik had echt nooit verwacht dat ik alleen zou geraken. Ik dacht altijd met mijn bondgenootje Estelle. Ik had echt gedroomd dat wij hier samen de mol gingen ontmaskeren. We hadden ook samen een altijd gezicht. Nu, toen dat ze is afgevallen, heb ik altijd gezworen aan haar dat ik in de finale zou staan voor haar. Nu bij deze heb ik dat ook gedaan. En nu ga ik echt mijn trots verdedigen. Dan ga ik de mol ontmaskeren. Ik had het niet verwacht, omdat ik dacht, maar ik heb dat al veel gezegd. Ik dacht dat ik de eerste aflevering al ging eruit leggen. Dus ja, ik had het niet verwacht en ben wel blij. Maar nu dat ik het wil ik wel win en als ik niet win, ga ik wel verdrietig zijn. Nina, jij bent een van de 3 finalisten. Daarvoor heb je 5 mensen achter je gelaten. En ook die mensen hebben flink aandeel gehad in de groepspot. Zometeen krijg je 5 weetjes. En die 5 weetjes zijn van de mensen die afgevallen zijn. Je moet ze gaan koppelen. Koppelen jullie alle 3 de juiste persoon aan het juiste weetje, dan verdienen jullie het bedrag dat die persoon heeft verdiend tijdens dit seizoen.
Denk ook goed na, want er zijn natuurlijk ook mensen die meegeld hebben verdiend. Ben je er klaar voor? Dus we moesten allemaal apart in de auto bij Jari. En hij stelde dan vragen van weetjes van de kandidaten. En als je het wist, moest je de naam zeggen van de kandidaat. Maar als die kandidaat min geld had, ging dat uit de pot. En als die kandidaat, en als we het allemaal juist hadden, dan kregen we het geld van die dat die kandidaat had verdiend tijdens het spel. Eerste weetje. Deze kandidaat heeft het meest verdiend van alle afvallers. Hoe lang mag ik nadenken? Ja, er zit geen tijd aan. Zeg nog een keer. Deze kandidaat heeft het meest verdiend van alle afvallers. Meest. Maarten, ga je het mij zeggen? Ik zeg niks. Deze kandidaat heeft 2 rode schermen gezien na een volledige test. Vandaag krijgen we niet 1 rood scherm te zien, maar 2. En dat tweede rode scherm is gekozen door de mol. Arno. Maar op andere moment. Dit is het, weet je. Nogmaals, denk goed na. Je mag een vraag altijd passen of niet beantwoorden. Ah, ik snap het al. Ik ga het niet antwoorden. Arno. Deze kandidaat heeft filosofie als favoriete vak op school. Filosofie als favoriete vak op school. Filosofie? Jij? Dat zou zo kunnen trouwens. Ik denk jij. Ik denk ja. Ik denk ja. Alleen ik heb het niet echt als vak gehad, maar ik zou dat wel als favoriete vak. Ja, oké, maar je hebt het niet gehad. Ja, wel. Ik weet het wel zeker nu eigenlijk. Ja. Maarten. Nee. Jawel, het is wel Maarten. Geld als in geen geld of min geld als in bijvoorbeeld meer verloren dan. Er zijn personen die meer hebben verloren dan zijn. Maarten. Deze kandidaat heeft een gouden vrijstelling ontvangen, maar heeft deze niet in kunnen zetten. Deze vrijstelling is volgens sommigen 1500 euro waard. Stel, ik krijg van jou 1500 euro. Lucie en Estelle, gefeliciteerd. Deze is voor jullie. Onrust, dat eerste in de groep. Lucie ging vorige week naar huis en bood samen met Estelle 1500 euro voor een gouden vrijstelling. Die gouden vrijstelling is op dit moment niets meer waard. Lucie zit niet meer in het spel en kan haar gouden vrijstelling dus niet inzetten. Dat betekent ook dat Estelle op dit moment geen vrijstelling heeft. Dan? Pas. Houden, hè? De gouden. Ik ga niet antwoorden. Deze kandidaat is het vers gekomen van alle Nederlanders. Helaas moest ook Estelle het veld ruimen vorige week. En dat betekent dat Marit nog als enige Nederlander overblijft tussen 4 Belgen. Zij zal dus proberen om de Nederlandse eer hoog te houden. Dat terwijl Celine, Caitlin, Nina en Arno natuurlijk hopen op een Belgische finale. Marit. Marit. Wat heeft Marit gedaan? Ja, Marit. Ja, Marit. Ja, ik weet het antwoord. Ja, Marit. Okay. De antwoorden die je hebt gegeven, die noteren we. Je mag terug naar de groep, Sander neemt je mee. Maar mag niks zeggen. Dat hoeft niet, mag wel. Mag wel de vragen zijn. Oké. Zo, kandidaten. Het was even tijd
om terug te denken aan degenen die allemaal gesneuveld zijn tot nog toe. Deze opdracht had jullie groepspot kunnen verdubbelen. Van de 5 weetjes hebben jullie er samen 2 goed weten te beantwoorden. Die van Marit en die van Maarten. Dat levert jullie €650 op voor de pot. Wie is de penningmeester? Ja. Hier vast. En 1, 2, 3. Alsjeblieft. Geniet er even van en tot straks. Je hebt Adel gezegd. Ja. Dat is het. Ik heb Maarten gezegd. Allee. Maar ja, kijk je was dat toch? Het was vrij... gemakkelijk zal ik niet zeggen, maar vrij... oké, van vragen, zou ik maar zeggen. Ik heb er natuurlijk een paar niet kunnen beantwoorden, omdat dat leek echt op elkaar. En het leek dat we heel veel geld konden verdienen, maar dat we uiteindelijk toch niet echt veel hebben kunnen verdienen. Dus dat is heel goed gemold geweest. Want ja, we moesten alle drie hetzelfde antwoord geven op de afvallers. En dat is dan niet gebeurd. Dus waardoor dat er weinig geld in het plaatje kwam en ja, hetzelfde verhaal. We hadden er 2 van de 5 juist. Ja, we hadden dus 2 van de 5 juist. Waardoor we toch een heel klein beetje geld hebben verdiend. En het beste van alles, de mol heeft daar niet eens gemold. Allee, niet na het gewoon. We hadden eigenlijk 3 op 5 kunnen hebben. Maar oké, ik kan ermee leven. Zo, finalisten. Dit is jullie laatste kans om geld te verdienen voor de pot. Een pot die naar omstandigheden niet heel hoog is. Zometeen worden jullie allemaal apart meegenomen, de blinddoek. En komen jullie 1 voor 1 weer terug hier. Er liggen dan 3 keer 2 enveloppen. 1 envelop, wat plus geld. De andere envelop, wat pingeld. De mol zal jullie vertellen welke envelop je mag kiezen. Vertrouw je de mol? Of niet? Succes. Voor de tweede opdracht werden we opnieuw geblinddoekt. Per sms moesten we, per WhatsApp moesten we dan sturen naar de mol. En de mol ging ons dan zeggen welke envelop dat we moesten nemen en waar geld in zat. De volgende is links. Stuurt ze. Met de zwaal, toch? Oh, het is er gewoon van zijn eigen uitgemaakt. Wil je links pakken of niet? Nee, ik wou rechts pakken. Deze. Oké. En de laatste. Zo hè. Ik heb eigenlijk niet zo echt gedacht of gekeken naar wat de mol stuurde en ben gewoon op mijn gevoel gegaan. Of dan gedaan. Even goed 50% hebt, ongeacht wat de mol zegt tegen u. Dat is de laatste envelop. Oh, min 250. Dat is zo. Dan. Oh, weer min 250. En ja, deze was. Ja, deze was. 250. Dus dan mag je die briefjes bijhouden, de enveloppen mag je aan mij geven. Dan neemt Robbie jou weer terug naar je plek. En dan bank je die 5 en die 3 aan. Helaas heb ik daarin verloren, slecht gegokt. Dus ja, heb ik min €250 verdiend. Woehoe. Opdracht 2 was de opdracht waar we de mol moesten vertrouwen. Wat? 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 W
de volgende. Ja, dat is grandioos mislukt. Ik dacht, misschien is dat een beetje naïef van mij. Ik dacht van, ik zal eens een keer de mol vertrouwen. Die gunt ons toch een beetje iets. En dan was het 3 keer fout. Ik heb fout gehokt. Als die links zei, heb ik toch links gepakt. Eén keer heb ik gedacht van, nee, ik bedoel links. Dus die dachten dat ik dan rechts zou pakken, maar dan heb ik toch links genomen. Dus het was omgekeerde psychologie, dacht ik. Maar helaas heel fout gevoerd. Ja, dan moesten we tussen 2 enveloppes kiezen waarin dat de plus had en min had. En de mol stuurde dan naar mij waarin dat moest nemen. Dus ik moest kiezen of ik de mol wil vertrouwen of niet. En moest dat zo 3 keer doen. Als het goed is, heb je een berichtje van mij weer gekregen. Oh ja, klopt. Dan mag je nu naar de laatste. Ja? Nu, het ding was, de mol heeft bij alle 3 de waarheid gesproken. Ik heb maar 1 keer geloofd en bij de rest heb ik gewoon mijn gevoel gevolgd. Dat is goed. Jij hebt deze opdracht min 250 euro verdiend. Job gaat je weer blinddoeken, je mag hier wachten. Wij gaan de andere 2 halen. Ik heb maar eigenlijk 250 gewonnen en min 500. Zo net hebben jullie nog 1 keer de kans gekregen om de pot even te vullen. In totaal was er 2250 euro te winnen. Dat betekent ook dat de kans bestaat dat de 2250 euro uit de pot gaat. Het nieuws zal voor jullie niet zo positief zijn. Lina, ik krijg 1250 euro voor je. Had ik dat? Ja. Dat hoop ik voor je. Dat ligt in noten. Dan mag je het mij straks geven. Plan nog even na en ik zie jullie straks voor de laatste opdracht die we gaan spelen. Kandidaten, het is tijd voor de laatste opdracht van dit seizoen. Na deze opdracht gaan jullie de finale test maken. De finale test die bestaat uit 40 vragen over de gehele reis. Voor die test zul je informatie nodig hebben. Nu weet ik dat iedereen flink heeft geschreven in zijn of haar molboekje. En vandaag krijg je de kans om in iemand anders molboekje te kijken. Zometeen stel ik jullie om de beurt een vraag. Beantwoord je die vraag goed, mag je een stap naar voren zetten. Als je 3 stappen naar voren hebt gezet en in het midden bent, mag je 1 molboekje kiezen waarin jij wilt kijken. Komen er 2 mensen tegelijkertijd aan, of meerdere mensen tegelijkertijd aan, komt er een inschattingsvraag. Degene die inschattingsvraag dan juist beantwoordt, of het dichtstbijzijnde beantwoordt, mag dan kiezen in welk molboekje zij kijkt. Is het duidelijk voor iedereen? Ja. Bij opdracht 3 stonden we zo in een kringleek. We moesten vragen antwoorden over de opdrachten en als het juist had, mochten we een stap naar voren zetten. En de eerste die 3 stappen naar voren zette, mocht in iemand anders zijn molboekje kijken. Rasseline, begin ik met jou met de eerste vraag. Welke kandidaten zaten op de juiste stoel bij de opdracht Neem Plaats? Maarten, als je op de juiste stoel zit, zet onder jouw stoel een sticker met jouw naam erop. Ik zou daar gewoon niet bij inbellen, niet terug. Is dat logisch geweest? Ja! Hey. Kom maar van mijn naam naar hier.
Maarten en Nina. Dat is goed, je mag een stap naar voren zetten. Nina, wie won de opdracht mijzelf? Jij mag. Thanks. Al lang nadenken. Er zijn uiteindelijk 8 namen die ik heb kiezen. Er waren 8 kandidaten. Caitlin. Is niet goed. Lucy. Ja, nog bracht in was. Met de posters. Caitlin. Welke kandidaten hebben een puzzel opgelost tijdens de opdracht hersenklaar? Iets met dat stappen. Hanne heeft 1 opdracht uitgevoerd. Hey, goed zo. Wacht even over die dingen. Mannekes. Ja. Eentje maken om te zien wat dat jij zegt. Ja, dat is goed. Doe maar even die ene. Ja, doe maar wel. Maar die enveloppen zijn anders. Maakt niet uit, het is maar 100. Ja, iedereen heeft de puzzel opgelost. Maar we hebben niet eens 100. Iedereen heeft de puzzel opgelost. Oké. Okay. Celine, hoeveel geld is er uitgegeven voor de vrijstelling die aangeboden werd aan het einde van de opdracht autotaalplaatje? Deze vrijstelling is volgens sommigen 1500 euro waard. Stel, ik krijg van jou 1500 euro. Ja, maar het is 2 keer 1500 euro. Dat is goed gedaan. Is dat wat je bedoelt? Of kunt dat van iedereen? Nee. Voor wat hij uiteindelijk weg is gegaan. Ja. Is zelf 1500 en Lucie heeft. En Lucie heeft 1500. Dat is correct. Dan is dat. Ja, ik weet niet of dat je bedoelt van die 3000. Dina, welke kandidaat beantwoordde de vraag fout die hij of zij kreeg tijdens de opdracht kunstgeschiedenis? Dina! Oh. Over het graven steen. Oh. Hoe hoog is het graven steen? 6. Boljozes. Sorry? 6? 6 boljozes, sorry. Dat is niet goed. Wat? 30. 30 meter. Ik. Mag je stappen doorzetten? Caitlin, wie won de opdracht Vista? 1 iemand. 12 van de 20 van de 16 weekjes. Niet geantwoord. En die is zo. Is. Kijk er. Gefeliciteerd. Alweer? IJssel? Celine, wat was het woord van Arno tijdens de opdracht codetaal? Moloot. Moloot. Fanclub. Bijeen. Ah ja, bijeen. Komst. Moloot fanclub bijeenkomst. Bijna. Moloten fanclub bijeenkomst. Ja, die zei dat Moloot was. Arno zelf. Nina. Ja. Welke vragen over de afvallers hadden jullie juist tijdens de opdracht uit het oog, maar niet uit het hart? Van de 5 weetjes hebben jullie er samen 2 goed weten te beantwoorden. Die van Marit en die van Maarten. De vragen? Ja, bij wie horen die vragen? Van Maarten en Marit. Dat is goed, dan heb ik stap naar boven. Caitlin, wie vormde de sterke groep tijdens de opdracht de zwakste schakel? Celine, Caitlin en Lucie. Jullie zijn ingedeeld in het sterke team. Zometeen gaan jullie een route lopen over de Sint-Pietersberg. De tweede groep? Mezelf, Celine en Lucie. Allemaal nog 1 goed antwoord verwijderd van een ander zijn molboekje. Celine, welke kandidaat heeft de meeste rode schermen gezien? Anne. Anne.
dat is goed. Je mag een stap naar voren, even wachten. Andere twee krijgen nog een vraag om gelijk te komen. Nina, wat waren de vier duo's bij de opdracht Oost-West Thuis Best? Hallo. Hallo. Hi, met Marit en... Caitlin. Wij hebben jouw telefoonnummer, jouw routebeschrijving gekregen, geloof ik. Hallo Arno, je spreekt met Estelle en Nina. Met wie ben jij? Ik ben Nina. Allee? Met Lucy. Lucy en Arno, oké, okay, hi. Ah, dat was die eerste. Mag ik ze allemaal zeggen? Alle vier de duo's. Ik, Estelle, Arno, Lucy. Die Maarten. Wie is er nog over, Caitlin? Wie is er nog over? Ah, Caitlin en Marit. Dat is correct. Ook jij mag een stap naar voren zetten. Jullie krijgen zo meteen een inschattingsvraag. Maar de vraag is of Caitlin daar nog bij komt. Caitlin, wie heeft de eerste aflevering van Champions? Maar, Caitlin, ik heb nog een aanbod voor je. Een aanbod waar je de andere zeven ook heel blij mee kan maken. Jij kan jouw vrijstelling omzetten naar een groepsvrijstelling. Ja, ik kies het wel niet voor de groepsvrijstelling. Ja, hey! Jullie zijn lekker. Allemaal door naar aflevering 2. Niemand. Goed luisteren. Zometeen. Geef jullie een inschattingsvraag. Degene die het dichtst bij zit, mag in een ander molboekje kijken. Hoeveel kilometer hebben wij gereisd als je van de locaties naar elkaar toe rijdt? Naar waar? Dus hoeveel kilometer hebben wij gereisd als je, stel je zou vanuit waar we begonnen zijn, dan ga je per direct door naar de locatie waar we zaten in de volgende aflevering. En zo door. Hoeveel kilometer is dat? Over alle afleveringen. Ik heb drie verschillende antwoorden. 390 kilometer, 260 kilometer en 1000 kilometer. In totaal hebben wij 952 kilometer afgelegd. Oh, zoveel. Caitlin, jij mag een molboekje kiezen waar jij in gaat kijken. Alle geluk heb ik de drie vragen kunnen beantwoorden en heb ik het molboekje van Céline mogen inkijken. En dat was... informatie. Ik weet het zeker nu wie dat is. Zo, finalisten. De laatste opdracht is gespeeld. Er is waardevolle informatie gedeeld. Maar nu is het tijd. Tijd voor jullie allerlaatste test. 40 vragen gaan bekendmaken wie de winnaar is, wie de verliezend finalist is en wie de mol is. Ik wens jullie heel veel succes en wijsheid toe. En we spreken elkaar zo meteen. In het begin vond ik het een beetje kut. Ja. Omdat ik dacht dat ik de moeilijke vragen kreeg, maar blijkbaar was dat niet waar. Want daarna kreeg ik dan ook makkelijke. Dus dat was oké. Maar ik heb het wel niet gewonnen. Ja, ik heb me daar een beetje proberen verdacht te laten overkomen. Zodat Nina... ging doorhebben van Céline gaat haar molboekje proberen te verdedigen. Ja, Caitlin weet toch ja, dat ik haar molboekje sowieso wel gezien had. Uiteindelijk heeft Caitlin gewonnen en heeft ze mijn boekje genomen. En was het eigenlijk best grappig, want Nina vroeg direct, Céline is de mol hè, of Céline is de mol. En dan dacht ik echt van, oké, laat dat gewoon zijn. Ik ga gewoon niks zeggen. Dus ja. Ik weet niet of dat ze veel wijzer is geworden uit mijn boekje. Het is speciaal om in de finale te staan. We hebben ook vannacht in een kasteeltje geslapen. Toen we iets vonden, de finale. Dat verdient toch iets moois. Ja, en het is ook een beetje triest om te zien van... Deze morgen zaten we aan de ontbijttafel en hadden we zoiets van... Oei, we zijn op nummer 3 van de 8. Dus dat was echt heel speciaal, maar ik ben trots op iedereen, op alles. En ja, ook op mij dat ik hier sta en dat ik deze ervaring kan delen. Ja, ik vond het heel leuk. Het is wel heel snel voorbij gegaan, vind ik. De opdrachten waren ook leuk.
De locaties waren leuk. De presentator was leuk. De cameramannen waren leuk. Sommigen. En de kandidaten waren ook heel leuk. En zeker Arno. Want ik denk zonder Arno dat ik hier niet zou gestaan hebben. En het was een beetje mijn schot dat hij eruit lag ook. Twee keer zelf. Want bij de eerste keer kon ik een zwarte vrijstelling ingezet hebben. En dan ging hij er niet uitgelegen hebben. Echt fantastisch dat ik het heb mogen meemaken. Echt heel dankbaar. Ik vond het echt super leuk om te doen. Ja, ik heb er echt van genoten. Van het begin tot en met het einde. Hoe spannend dat het ook was. Dat ik soms eens boos was op mezelf. Dat ik naar mezelf had moeten luisteren en niet naar mijn hoofd had moeten denken. Allee, dat ik meer naar mijn hart had moeten luisteren en minder naar mijn hoofd. Het is tijd voor de finale test. 40 vragen over het gehele seizoen en het doen en laten van de mol. Degene die deze test het best maakt, mag zichzelf de winnaar noemen van de mol België-Nederland. Ja, nu gewoon rustig de test invullen. En ervoor zorgen dat ik goed nadenk, niet te snel. Nina gaat toch, denk ik, verkeerd zijn. Of... Hi, met Marit en... Katie. En dat was nuttige informatie. Ik weet het zeker nu wie dat is. Ik had ze niet. En ik heb een moment, was een chip in. Oh, ik bij de opdracht van gisteren heb ik op het laatste moment van gedacht veranderd. En ik weet dat Arno op Celine zat. En, dus, en ik heb een paar vragen op Celine, een paar vragen op Caitlin, dus ik heb gespreid gisteren. Dan moet je helemaal rechtdoor gaan. Er is zo'n gezien kiosk staan, normaal gezien. Ja, ze heeft één vraag gesteld aan mij. Waarin dat ik ook rechtstreeks heb gezegd van je stijgt in mijn achting als mol. En vanaf toen zat ik erop. Hoeveel is dit ticket voor jou waard? Ik kan niks bieden. Niks? Niks. Hier staat alles in, maar ook in haar boekje staat heel verdachte dingen in. En hoe dat ze vandaag die neer als verdacht. Het was. Ik heb een tuin, hè? Nee. Ik wil wel weten wat er in de rest zit. Wat is het? En Celine was eigenlijk. Die keuze was gebaseerd op een gevoel dat ik had. En Caitlin, als ik dan een keer keek in mijn boekje. Dan zag ik dat zij heel veel geld heeft verloren en dat zij ook heel veel sleutelposities had. Ja, ik heb het. Dus ik heb niet echt specifiek naar de tips gezocht. Ik heb eerder afgegaan op gevoel en geobserveerd. Eigenlijk de tactiek van Maarten, mezelf gemaakt. En ik heb ook veel geschreven, alles wat ik zag. En op het einde was alleen maar de feiten en wat Caitlin had gedaan. Antwoord, nee. Ik weet het genoeg. Ik ga nu de volle 100% op Celine gaan. Ja, ik heb een bondje met Arno en hij heeft mij veel verteld. Bijvoorbeeld bij waar dat we zo moesten een taal van buiten leren en dan... onderhandelen. Allee, dat was dus de opdracht. Zat Arno met Caitlin en die had en Caitlin had min 100 euro gekozen zelf. En Arno vond dat verdacht, dus vond ik dat ook verdacht. In totaal hebben wij 952 kilometer afgelegd. Oh, zoveel. Caitlin, jij mag een molboekje kiezen waar jij in gaat kijken.
Finalisten. Daar zijn we dan. Aan het einde van onze reis. 25 opdrachten. 5 andere kandidaten die het niet gehaald hebben. En 3 finalisten die nu wonnen. 25 opdrachten hebben jullie de tijd gekregen om de pot te vullen. Een pot die op dit moment op 3050 euro staat. Een pot die gevuld had kunnen worden tot 69.250 euro. Dat betekent dat de mol goed zijn werk heeft gedaan. Alle 3 zijn jullie redelijk verdacht geweest door meerdere mensen. Celine. In de allereerste opdracht met Maarten ging jij royaal de verkeerde kant op en nam jij het pontje. Dat kostte heel veel tijd. Was dat een ongelukkige actie? Ja. Of bedoeld als mol? Bij de opdracht mijzelf in Zierikzee kwam jij niet als een van de eerste terug en verdiende je daarmee geen troeven. Terwijl je in Gent liet zien wel degelijk de snelste van de groep te zijn. Had jij die vrijstelling wel nodig? Tijdens de opdracht in Mol pikte jij meteen de Sudoku op. Een puzzel die jij even zou oplossen. 20 minuten lang was de Sudoku in jouw handen. Ik los hem wel even op. Aan het einde van de opdracht, niks opgelost. 250 euro, die pot niet bereikt werd. Kijk dit. Tijdens de opdracht negociëren was je samen met Arne. Was je samen verantwoordelijk voor min 100 euro die gepakt werd. Net nog heb jij 750 euro de pot uitgespeeld. Toen jij de kans kreeg om te bieden om een vrijstelling, bood je niks. Was dat omdat de pot al te laag was? Of had jij de vrijstelling niet nodig? Omdat je toch al wist dat je door zou gaan naar de volgende aflevering. Nina, tijdens de opdracht op Sint-Pietersberg in Maastricht was jij degene die die groep enorm vertraagde. Elk klein dingetje dat je zag, elk envelopje dat je vond, kostte weer tijd. Wilde je tijd verspelen of was je oprecht geïnteresseerd? Tijdens de opdracht gisteren in Gent, waar jullie langs verschillende monumenten liepen, was jij de enige die niet je antwoord wist. Waardoor de 250 euro niet de pot in kwam. Tijdens de opdracht in Antwerpen, waar jullie het geld moesten verdelen voor de pot, is er niks in jouw kistje gegaan. Iets wat voor de mol perfect is. Alles wat bij de mol zit, sowieso in het spel blijft. Jullie hebben het spel fantastisch gespeeld. 2 kandidaten en 1 mol. De vraag is nu, wie heeft zijn test het best gemaakt? Met z'n 3 hebben jullie een reis gemaakt door Nederland en België. Veel opdrachten gespeeld, weinig geld verdiend. Op zoek naar die ene persoon die jullie willen. Celine, Caitlin. Nina, dit is het moment waar jullie al heel lang op wachten. Jullie gaan antwoord krijgen op die ene vraag. Celine, Caitlin, Nina, wie is de mol? Ben je nou enthousiast geworden en denk je dit wil ik ook? Dat kan. Jij kan je nu inschrijven voor seizoen 2 van de Mol België Nederland. Schrijf je in via het inschrijfformulier in de beschrijving en stuur een kennismakingsvideo naar het e-mailadres dat ook in de beschrijving te vinden is. En wie weet, zie ik je snel.